toch een ballenbal. Ja. Ik weet dat mijn vader hem op de veiling heeft gekocht, want de rekening van het veilinghuis zit er nog bij. Ja? Ja. 301 gulden. Dus dat was best een bedrag voor die tijd. Ja, toch? Deze kauwgomballenmachine is door Ford & Masons geproduceerd. Die zetten ze in winkels. Oké. Okay. En nou ja, eigenlijk zoals nu nog steeds dat doen, je een kauwgomballenbal eruit krijgt. En weet je op hoeveel centjes die werkt? Ik heb begrepen, 2 eurocent. Dan doet hij het nog. Wat enig. Ja. Ja, hij moet dan minimaal toch 70 euro doen op de internetveiling? Ja, dat denk ik wel. Hè? Bieden vanaf 70 euro.